In de vorige twee journaals stonden we stil bij de impact van de rentestand op jouw pensioen. In dit beleggingsjournaal geven we je een update van de financiële markten en gaan we dieper in op ons beleggingsbeleid. Wat is het effect van risicospreiding? Wij leggen het aan je uit. Eerst even een update vanuit de financiële markten. Het afgelopen kwartaal zijn de financiële markten tot rust gekomen. Dit merkten we aan de gestegen aandelenkoersen, de zijwaartse beweging van de rente en het toegenomen vertrouwen. De inflatie is nog wel altijd hoger dan gewenst. Daarnaast maken de gestegen koersen van de aandelen en de nog niet zo gestegen winsten en omzetverwachtingen dat de koers-winstverhouding van de aandelen wat minder gunstig is dan de afgelopen periode. Aandelen zijn daarmee echter nog niet duur. De inflatie is nog steeds hoger dan gewenst en de risico's op meer inflatie zijn nog niet verdwenen. Zo zagen we een sprongetje omhoog van de graanprijs door de laatste ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland. Bij beleggen gaat het erom de juiste balans te vinden tussen rendement en risico. Dit geldt ook voor jouw pensioenbeleggingen. Bij Aegon Capital zorgen wij ervoor om jouw pensioenuitkering zo stabiel mogelijk te houden als je pensioenmoment dichterbij komt. We noemen dit het toepassen van de Prudent Person Rule. Dit betekent dat wij de veiligheid, liquiditeit en rendement van de beleggingen zo goed mogelijk beschermen. Hoe wij dat precies doen, dat legt Heriot graag aan je uit. Bij Aegon Capital spreiden wij onze beleggingen. Het doel daarvan is om een zo hoog mogelijk rendement te behalen bij een beheersrisico. Bij beleggingen geldt als vuistregel dat bij zakelijke waarde de kans op het rendement het hoogst is. Maar deze kennen ook de hoogste risico's gezien de soms heftige koersschommelingen. Bij beleggingen in vastrentende waarde zien we op de lange termijn dat dit een minder risicovolle manier is van beleggen. De verwachte rendementen zijn hierbij dan ook lager. Om de onzekerheid van de beleggingsresultaten te voorkomen, beleggen wij altijd in een mix van beleggingscategorieën. En binnen iedere categorie spreiden wij de beleggingen over meerdere fondsen. De beleggingscategorieën bij Aegon Capital kunnen we onderverdelen in zakelijke en vastrentende waarden. Onder zakelijke waarden verstaan we aandelen, vastgoedbedrijven en grondstoffen. Bij de vastrentende waarden staan we vandaag wat langer stil. We hebben het dan over staatsobligaties. Landen met grote zekerheid, zoals Finland en Duitsland, maar ook Nederland. Bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Dit zijn leningen aan bijvoorbeeld Manpower Group, UPS en Booking.com. Asset-backed securities. Leningen met een zakelijk onderpand, uitgegeven door bedrijven, maar ook hypotheken, autoleningen en consumentenkrediet. Denk aan BMW Private Lease. Elk automerk heeft een eigen bank. Weinig andere uitvoerders beleggen voor hun deelnemers in asset-backed securities. Wij doen het wel omdat het onderpand veel veiligheid biedt bij een aantrekkelijke rente. High yield obligaties. Obligaties aan minder kredietwaardige bedrijven met hogere rente, zoals Casino, Virgin Media en Netflix. Netflix? Ja, zeker, Netflix. Alleen al de eerste 4 seizoenen van The Crown kosten 260 miljoen om te maken. Dat moet van tevoren gefinancierd worden. En emerging market debt. Obligaties aan opkomende landen zoals Qatar, Peru en Indonesië. Het grootste deel bestaat uit staatsobligaties, maar er zitten ook bedrijfsobligaties in. Wil je weten hoe wij deze beleggingscategorieën hebben verdeeld over onze fondsen? Kijk dan deze korte video. Daar vertellen we je graag meer. Of ben je benieuwd naar meer informatie over de risicospreiding en de effecten van de rente op je pensioen? Lees dan ook de schriftelijke toelichting op jouw persoonlijke omgeving. Tot de volgende keer!